Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. In het uiterste zuidoosten komen nog wat wolkenvelden voor, maar uiteindelijk wordt het vanochtend overal flink zonnig. In de loop van de dag gaan ook nog wel weer een aantal stapelwolken ontstaan, maar het blijft overal droog. Er staat een vrij stevige noordwestenwind, die is boven land matig, kracht 3 of 4, en in de kustgebieden vrij krachtig, kracht 5. Daardoor wordt het niet al te zacht, het wordt 11 graden in het noordwesten tot plaatselijk 15 graden in Limburg. Ook vanavond hebben we nog droog weer. In het noorden komt al langzaam wat meer bewolking opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen nog gewoon droog. Morgen hebben we wel te maken met een aantal buien op maandag. Dan is er ook meer bewolking, met name in het midden, oosten en noorden van het land. Daar vallen ook de buien. In het zuidwesten blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Er waait een stevige noordwestenwind en daarbij wordt het 11 tot 14 graden. Op dinsdag is het weer overal droog en dat geldt ook voor de woensdag. De middagtemperatuur gaat daarbij geleidelijk omhoog van 12 graden op dinsdag naar 15 of zelfs 17 graden op woensdag en donderdag. Later op de donderdag neemt wel de kans op een bui weer toe. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl